Zo zijn wij. Ik zal eens gaan zien naar haar boeken, welke boeken ze verkoopt. Hier, alle hoekjes. Hey. Ik ga als een madame, hè. Hola. Oh, no. Maar... Ik krijg het er al wakker. Ja. Maar jouw stripfiguur is zo mooi. Sexy. Ja, je ziet er echt veel beter uit dan dat ik eruit. Nee, dan niet. Maar zo die een beetje. Zo curvy zo en zo een beetje bulbs eigenlijk. Hè? De eerste keer dat ik het zag, moest ik toch ook wel een beetje lachen, maar ik vind het wel goed. Maar toch herkent u erin, hè? Ja, een rode t-shirt en een rokje. Het is even getekend. Gelukt? Zou ik juist een selfie mogen als het mislukt is? Om mij altijd zo groot te gaan. Ja, dan valt dat altijd zo tegen. Echt, hè? Op de rond op die boekenbeurs, ja, de mensen vragen dan ook voor een foto, hè? En wie vraagt dan voor op de foto te gaan? De fans. Fans? Heel veel fans. Fans? Allee, honden. Nee, voor mensen, hè? West-Vlamingen zeker? Nee. Antwerpenaars. Allee. Ik vind het grappig dat papa denkt dat hij een bijzondere band heeft met Marcel. Dat is hij. Waarom is dat? Ik heb dat. Heb dat gezien? Ja, dat is totaal niet waar. Maar jij denkt dat niet. Marcel, die komt zo dikwijls naar mij. Cees, ben je jammer? Ja, dat is omdat de leeuw aan wegduwt. Nee, Marcel, wij zijn vrienden, hè. Wow. Een meest verplichte vriend. Marcel, als die mij ziet, die fleurt die helemaal op. Maar die komt nog niet uit zijn bed dat jij toekomt. Oh. Jawel. En dan zit ik in de zetel op en dan komt het. Oh, met zijn koppetje. Marcel, dat is helemaal mijn vriend. Ja, zolang dat je krabt. Als je stopt met krabben, is hem weg. En dan, hè, als ik iets slechts zeg over Don, is het niet goed. Als ik dan zeg ze mijn beste vriend, dan is ze jaloers. Die fokken elkaar ook zo op, hè. Ik ben blij, hè. Bouviers worden niet zo oud. Ik zal zelfs meer beweren. Marcel gaat nog langer meegaan dan de Leo. Oh, met Leo is niks mis, hè. Wat over Marcel hier, hè. Leo heeft heel zijn leven lang stress gehad. Dat is waar. Je kunt beter 10 hamburgers per week eten en geen stress hebben, dan heel veel stress hebben en 10 broccolis in de week eten. Dat is zo? 10 broccolis. Wat is dat, een broccoli? Een volledige broccoli. Ja, dat is het enige broccoli. Dat is het enige voedselproduct ter wereld waar je zoveel van mocht eten als dat je wilt. Dokter Verhulst. Ja, dat is zo. Jij moet boeken beginnen schrijven. Nee, maar echt, elke diëtist die nu zit te zien, die zal hebben aan. Vinden van mijn snor? Ja, het is een snor, maar ook een baard, hè. Allee, bedoel... Ja, maar ik ben wel aan het experimenteren. Waarom? Voor wat meer volwassen te... Oh. Ik vind het niet goed. Ik weet het niet, ja. Mag er, waren er plutsen waar je niet binnen mag, of dat je er te jong koud bent? Octave de Bolle had toch ook een snor? Ja, even, ja. Wil jij Octave de Bolle zijn? Nee, maar soms moet je een keer veranderen van look. Ja, maar... Jij ziet er al... Ik kan het nu eens niet overdrijven, hè. Al 34 jaar hetzelfde uit. Dat is belangrijk. Nee, dat is niet belangrijk. Dat is jawel, anders herkennen mensen nu niet meer. Ja, maar je moet soms wat... Er zijn zoveel je gezichten. Je moet wat meer ook in roll. Ik zal me spoelen. Zo zijn wij.